zijn eigen verjaardagsborrel gefinancierd, die zo gaat plaatsvinden. Dus, hoe meer geld Juri ophaalt, hoe meer wij straks kunnen drinken. Het hangt dus helemaal van de verkoopkwaliteiten van Juri af, hoeveel geld we straks hebben voor de borrel. Als echte salesman zou deze ronde een eitje voor Juri moeten zijn. In het Engels is also possible. En omdat ik niet kan koken, wordt er van tevoren georganiseerd, er wordt gereserveerd. Waarschijnlijk wordt er een fameuze kok ingevlogen. En ik doe wel alsof het van mij is, maar dit is gewoon minimaal een sterrenkok. Ik kan niet anders. En dat ga jij meemaken bij mij thuis. En dat wordt het allerlekkerste ever. En dan doen we gewoon alsof ik het heb gemaakt. Maakt niet uit, dus tussen jou en mij. Jou en mij. Dus we hebben straks 2 minuten. En het wordt een absoluut goede avond. Rare veiling, want straks kunnen alleen hun eigen drank financieren. Dat maakt niet uit. Daar moet je niet op letten. Het gaat om het lekker eten. Dat staat helemaal centraal. Oké, jongens, we gaan beginnen. En de tijd is om. De tijd is om. En dan mag jij nu de microfoon wegzetten. Oh. En gaan veilen. Zonder microfoon. Oké, jongens, we beginnen bij het bedrag van 10 euro. 10 euro. Ja. Van het hier. Het gaat per 5 of 15, 15, gewoon. We hebben nog 5 euro. Hoeveel zetten we? We zitten nu 25 euro. Adam, wat een koning! Moet ik voor jou gaan koken? Ja,